vooral een hele mooie, kwetsbare film over liefde. En ik moet zeggen dat ik zelf ook wel even tot tranen toe geroerd was. Ja, ik vind dat mensen dit moeten zien. Het is mooi om over dit soort onderwerpen met elkaar te praten en te communiceren. Dus ja, ik vind het echt een aanrader, zeker. De acteurs waren fenomenaal goed. Ik denk dat het wel een van de betere films van de afgelopen jaren is, die ik in ieder geval heb gezien. Maar wat Thieu Boermans zei, de regisseur, is dat hij ook de prijs van liefde in beeld wilde brengen. Want dat maakt het wel, denk ik, uiteindelijk voor een heleboel mensen toch een hele mooie film. En het is fantastisch gespeeld. Als je dit jaar een Nederlandse film gaat zien, ga dan deze. Ja. Hey, Kai! Waar is Kai? Kai! 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 Je had ons wat tijd moeten geven. We waren jong. Je hebt er 40 jaar lang niks mee gedaan. Waarom nu dan ineens wel? Ik geef hem het leven terug. Met alles wat ik heb.